Deze week zijn de fietsverkeerexamens voor de Nijmeegse basisscholieren weer van start gegaan. Dit jaar hebben ruim 1400 leerlingen van groep 7 zich aangemeld en vrijwel alle Nijmeegse basisscholen doen mee. Jos Neeskens van Veilig Verkeer Nederland vertelt wat zo'n fietsexamen inhoudt. We zijn bezig vandaag begonnen met de 33ste schoolverkeersexamens op rij. Dat doen we dus al 33 jaar. En dat wil zeggen dat we de kinderen in de praktijk moeten gaan fietsen, zelfstandig en gecontroleerd aan het verkeer deelnemen. En wij besteden dus deze weken aandacht aan de kinderen van de basisschoolleerlingen groepen 7. Wij willen dat de kinderen dus, zoals ik al zei, zelfstandig en gecontroleerd, dus onder begeleiding van ouders aan het verkeer deelnemen. Ze moeten straks naar de middelbare school over 2 jaar. En dan moeten ze dus zelfstandig aan het verkeer deelnemen. En kinderen weten vaak niet hoe ze moeten fietsen. Er wordt ook steeds minder gefietst door kinderen. En ze zitten met de telefoon, met een app op de fiets. En dat is niet goed. Ze zijn te veel afgeleid. Vandaag moeten ze eigenlijk model fietsen. Nou kijk, als er een rood verkeerslicht is, dan is het duidelijk dat ze daar niet door mogen rijden. Dan krijgen ze zijn meteen gezakt. Dat kan niet. Verder moeten ze goed voorrangsregels toepassen. Rechtsverkeer heeft voorrang. Ze moeten hun hand uitsteken, dat gebeurt heel vaak niet. Ze moeten op het rechterdeel van de weg fietsen en niet op het deel waar auto's rijden. Al dat soort dingen worden vandaag echt gecontroleerd.